nieuw filmpje. We zijn met zelfstandig werkende koks bezig met conserveren. We hebben vorige week vooral gesproken over hoe we alle micro-organismen kunnen tegenhouden. Misschien is er ook wel een optie om ze eens leuk in te zetten. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan maken een frisdrank. Op basis van citroen en een beetje water en een beetje gist. En hierna volgt een uitgebreide demo hoe je dat aan kan pakken met huistuin- en keukenmiddelen op je aanrecht. Dus ik ben heel benieuwd. Het maken van een frisdrank, daarmee maken we gebruik van de kwaliteiten van gist. Om ons heen en op alle producten waarmee we werken zitten bacteriën, schimmels, gisten, virussen misschien bij vlagen. Je kan ze niet zien, daarom zijn ze zo micro. En we willen ze vaak voorkomen en dat doen we door conserveringstechnieken te gebruiken. Echter zijn er ook positieve micro-organismen. Denk aan de witte schim op je brie, denk aan het gist in je brood. Denk aan de melkzuurbacteriën in je zuurkool die we tot onze voordeel kunnen inzetten. En daar is deze drank een voordeel van. Wij gaan gebruik maken van de kwaliteit van gist om suiker om te zetten in koolzuurgas en alcohol. Dus dat is de kwaliteit die wij eigenlijk van gist gebruiken. En wij kunnen gebruiken daarvoor een ordinaire bakkersgist die je gewoon bij de lokale supermarkt kan halen. Ja, dus deze is wel degelijk geschikt. Alleen zit hier vaak wel een beetje een bijsmaakje aan. En in het geheel van dat brood proef je dat niet zo, maar er zijn ook gisten die zijn geschikter om nog meer alcohol om te zetten, die minder snel doodgaan zodra de alcohol in het spel is. Maar deze kun je gewoon gebruiken als je gewoon deze frisdrank wil maken. Dus ik ga hem vandaag ook maken met deze. Wil je een upgrade doen? Ik heb geen aandelen, maar kan je naar Brouwmarkt. En is er ook gewoon champagnegist verkrijgbaar. En portgist en medegist. En er is een wereld aan soorten gist te krijgen die een speciale toepassing hebben. Ja, dus champagnegist krijg je hele mooie bubbels van. Die zijn gespecialiseerd in alcohol en bubbels maken. Maar bakkersgist is wel degelijk geschikt. Dus dat is het basisprincipe van deze frisdrank. Nu heb je een techniek. En dat staat in het receptuur. Die zegt 1 liter water en 50 gram suiker. Nou, die gaan we combineren. En het geheel gaan wij aan de kook brengen. Ja, dus je meet het gewoon af in een pan. Water, suiker, breng je aan de kook. En vervolgens zorg je voor dat het kookt, zorg even dat dat suiker opgelost is. En vervolgens wil ik met jullie nadenken over smaakmakers. En zoals gezegd zou ik graag zien dat jullie in de Q&A de meest wonderlijke combinaties bedenken. Ik heb er vandaag voor gekozen om iets te doen met citroensap. En met het aromatische gedeelte van de schil, waar namelijk die etherische olie in zitten. Nou, hoe werkt dat? Ik heb biologische citroenen gekocht bij mijn lokale Turkse supermarkt. Ik neem een bakje, in dit geval een rasp, en ik rasp gewoon heel dunnetjes die schil van de citroen af. Zorg ervoor dat je dat wit, wat wel bitter is, niet te veel meeneemt, tenzij je heel graag een soort bitter lemon wil maken. Maar het idee is dat je echt vooral de aromatische oliën wil vangen in die frisdrank. Want we hebben het zuur van de citroen, het sap. Maar we willen ook graag wat etherische oliën vervangen in die drank. Dat zorgt ervoor dat het smaakvol wordt. Ja, dus met een rasp zorg je ervoor, alles meenemen, zorg je ervoor dat die schil dus erin verdwijnt. Mocht je nou geen biologische citroenen kunnen krijgen, die vaak onbespoten zijn en zonder die enge bladluizenlak erop te doen, enge wax, kun je ze even onder heet water even goed afborstelen. Maar zorg in ieder geval voor je dat je dat, die schil er vanaf rasp. Dat is het idee. Vervolgens gaan we het halveren. En gaan wij met behulp van een handpers, of als je thuis zo'n sinaasappelpers hebt, mag het ook, de boel uitpersen. Ja, dus we hebben ook een gedeelte van het sap nodig. Dus we maken van het hele product gebruik en dan zitten we ook een beetje in de no-waste hoek. Wel zo aardig in deze tijden dat we zo min mogelijk weggooien. Ja, dus het sap hebben we nodig en de schil. Vaak doe ik maar gebruik van de zeef. Ik ga het geheel straks nog zeven, dus vandaar dat ik nu met pitje en al doe. Maar het is altijd een goed idee om onder je citroen even een zeefje te houden, zodat je niet onverhoopt pitten aan het serveren bent. Goed. Ik heb hier citroenrasp van meerdere citroenen, dat staat in het recept. En ik heb citroensap. En dat ga ik toevoegen aan mijn inmiddels bijna gekookte water.
Dus het gaat er bij elkaar. Daarmee aromatiseer ik mijn water. En dat is het voordeel van water. Het heeft heel erg de neiging om smaken op te nemen. Daarom is het ook gewoon zo'n handig middel om daar bouillon van te maken. Nou, ik had toevallig nog wat mint in mijn tuin staan. Dus dat ga ik er ook in laten drijven. En dan krijg je meteen nog een nieuwe techniek. Dat heet infuseren. Dus net als wat je met een theezakje doet, is de smaak uit een product laten trekken. En in een vloeistof laten trekken. Dat is de techniek infuseren. Meteen een moderne kooktechniek pakken. Nou, hoe lang moet dat? Die blaadjes en die citroenschilletjes zijn redelijk dun. Dus die geven vlot hun smaak af. Dus ik denk als je dit, nou, laten we zeggen, een kleine 10 minuten, kwartiertje. Misschien een goed idee om alle aroma's een beetje in de pan te halen. Om dat met een deksel te doen. En laat je de boel gewoon zo infuseren. Ja, dus we trekken smaak uit onze producten in dat water. Goed. Vervolgens als het geïnfuseerd is, dat is ook een hele lange demo, dan hebben wij dus gearomatiseerd water. En dit is de bedoeling dat je de hele boel eruit zeeft. Want al die stukjes citroenschil tussen je tanden, terwijl je aan jouw zelfgemaakte lemonade zit, is niet zo lekker. En ik gebruik daarvoor graag een puntzeef. Puntzeef is een mooie fijne zeef. Dus je hebt die hele grof met die gaatjes, die we ook al chinois noemen. En je hebt hele fijne puntzeven, die echt alle troep eruit zeven. Ik wil je even een bak pakken. Een grote schaal. Kom. Dus pak ervoor een puntzeef of een bolzeef als je die niet hebt. En zeef vervolgens alle troep er even uit. Vervolgens komt onze gist om de hoek. Als ik het er heet bij zou gooien, gist gaat ongeveer dood. Ik heb me laten vertellen om en nabij de 40 graden. Dus veel heter moet je niet stoken. Dus als je nu al gist zou toevoegen aan deze hete massa, dan is de kans dat je dat jouw frisdrank gaat bubbelen, die is nul. Dus het belangrijkste is dat dit gewoon echt voorbij de 37 graden afgekoeld is voordat je gist erbij gooit. Anders mislukt je receptuur. Dus we zetten deze even aan de kant. En we laten het gewoon even trekken en ondertussen afkoelen. Nou, vervolgens wegen wij onze gist af. Jongens, koop zo'n lepelweegschaal bij de Lidl. Voor mij 5 euro of zo. Het is echt een briljant ding om hele kleine hoeveelheden af te wegen. En je kan daarmee makkelijk afwegen 1 gram. Ja, 1 gram gist gaat op dit recept. Dat lijkt heel weinig. Maar zodra de suiker in de buurt is, dan gaat de boel zich vermenigvuldigen. Zo zijn ze, die micro-organismen. En je hebt dus maar 1 gram nodig om deze hele fles te laten bubbelen. Nou, en vervolgens is het een kwestie van mijn gemarineerde drank. 7, dus passeren zo je wil. 7 van een vloeistof noemen ze in de keuken ook wel passeren. Zodat alle steeltjes, blaadjes en troep eruit is. En dan heb ik over 1 naar citroensap en citroenrasp en mint smakende vloeistof. Ja, en je kunt zo creatief zijn als je maar wil. Ik heb variaties gezien met zwarte thee. Alles wat smaak wil geven kun je in principe erin doen. Dingen met zout, daar zou ik een beetje uit de buurt mee blijven. Dat vinden de meeste mensen niet zo lekker. Vervolgens, als dit afgekoeld is, dus niet te heet, gooi ik mijn gist erbij. En doe ik het in zo'n petfles. Niet in een glazen fles, want daar is een risico dat het gaat ontploffen. Deze petflessen, daar kun je ook ontzettend leuke raketten mee maken. Daar kan er ontzettend veel druk op komen te staan. Dus die dingen zijn geschikt om met koolzuur om te gaan. En vervolgens vul ik die fles en draai ik mijn dop er strak op. Ja, dus een kwestie van gisteren bij, trechtertje, vullen. En vervolgens laat ik hem 2 dagen bij kamertemperatuur op mijn aardig staan. Zodat dat gist zijn werk kan doen. Die gaat zich vermenigvuldigen. Die heeft die suiker als brandstof. En gaat dus vormen 1 koolzuurgas en 1 vleugje alcohol. Moet je maar niet tegen de kleine kinderen vertellen. In mijn geval. Hoe merk je nou dat die gist zijn werk kan doen is? Kijk, die fles is straks voor, nou laat ik zeggen, 3/4 gevuld. Dus ik heb heel wat ruimte in. En die fles is nu zacht, ik kan hem gewoon inknijpen. Op het moment dat er koolzuur vrijkomt, dan komt de spanning op die fles te staan en gaan dit soort gezellige deukjes eruit. Dan weet ik, hé, er gebeurt wat. Wel is het zo dat deze frisdrank nu redelijk zoet is. En naarmate die gist steeds meer suiker aan het opeten is, deze frisdrank steeds zuurder wordt. Want er zit namelijk ook citroensap in. Dus dat is wel iets, ook als je na 2 dagen zit je hem in de koelkast. Ik zou hem niet 6 weken in de koelkast laten staan, want dan is dat ding gewoon knetterzuur. Want alle suiker is opgegeten. En dan sist hij wel gezellig als je de dop eraf draait. Maar dat zet die gist ook weer aan om nog meer koolzuur te gaan vormen. En op een gegeven moment hou je alleen maar een knetterzure drank over. Dus hij moet 2 dagen op je aanrecht
vergisten. Dus dan maak ik gebruik van die gist. En vervolgens zet je hem in de koelkast tot hij helemaal gekoeld is. En dan moet je hem gewoon zo snel mogelijk opdrinken. Ja, dus op gepaste afstand organiseer je een feestje op 1,5 meter. En schenk jij daar jouw huisgemaakte citroensap in. Eventueel aangevuld met een vleugje limoncello. Om het heel gezellig te maken. Maar dat is dus hoe de techniek is. Dus we hebben water, we hebben suiker en we hebben gist. We hebben een petfles en we hebben jouw creativiteit. En ik zie graag de komende weken op de app is mensen die aan de gang zijn gegaan met zo'n petfles. En een beetje suiker en een beetje bakkersgist. Om daar eens een te gekke frisdrank mee te maken.